Dat is verpsum. Hem hard. 1 tegen 1 forceert. Ja, een blokshot van Osuni. Ja, die de Suisse is in feitelijk verleden jaar. Ja, mooie afstandsshot van Miles Keil. De Suisse die verleden jaar. Een heel fysiek sterke speler ook. Alle Suisse. Ja, mooie hangtime van Le Suisse en ja, de inlegger. De Lalieu, terug een mismatch met Van Rossum. Ja. Er wordt daar geswitcht, maar ja, De Lalieu, 2 meter en 8 natuurlijk tegenover. Benieuwd hoe de Zeeuw het zal afbrengen. Die zal op de vijf posities spelen. Ja, voilà. Begint al, de driepunter. Mooi. Dat is een 6-12 stand voor Ja, mooi. Goed afgerond van deze jonge speler. Ja, dat is een jongen die bij de Ja, mooi. Met zijn 2 meter en 8 op de 4 positie spelen. Ja, die kan het door. Hemmons heeft meermaals de lay-up gescoord. Nu een 13-22 stand. Ja, mooi. De Suisse, Seron. Ja, mooi inside afgerold van Leemans. Terug, kijk, voilà. We gaan iets afrollen. Ja, mooie beweging van. Eigenaardig genoeg is het al. Daar gaat Leemans. Ja, mooi. Is het al de derde keer in 20 jaar dat Donar Groningen. Kijk, voilà, ze hebben geswitcht. En daar staat Buissen nu tegenover Delalieu. Die zal natuurlijk de 1 tegen 1 nemen. Ja, dat is. Delalieu met pen. Met Van Rossum op de guit en daar terug. Ja, nu Gelet. Ja, mooi. Mooi ingesneden van Seron. Een verkeerde reispas of een niet geldige reispas hier in België was beland. En ja, om een lang verhaal kort te maken. En onmiddellijk is moeten vertrekken terug naar 3 aanvallende rebounds na 1 voor Limburg. Is toch niet het Oostende. Reaching. En daar Osuno met 1 tegen 1 waarschijnlijk tegen Tas. Ja. Mooi. Hoeker van Maxime Duzeev die slechts 4 minuten 30 gespeeld heeft in de eerste helft. Ja, een mooie blokshot. Zuiver blokshot van Osuni. Daar Miles Keil. Ja, 1 tegen 1 tegen Gillet. Maar ja, nogthans een heel goede verdediging. Inside naar De Zeeuw. Ja, mooie pas van De Zeeuw naar Seron. Die afwerkt. Keil. Ja, valt op De Lalieu. Daar Rossum. Ja, balverlies van Van Rossum. Van Rossum. En de bal bij Cliff Hemmons. Lalieu terug naar Keil en daar zal de shot van komen. En terug die aanvallende rebound. Ja, Oostende laat zich daar in de doeken doen in de rebound. Ja, een goede help van Gillet. Ja, daar de catch and shoot weer al en daar is de Lalieu. Ja jongens, 2-2 voor de Lalieu. En daar Buissen, ja. Ja, blokshot van Osuni. Buissen. Ja, gaat. Ja, slechte pas van Buissen. Wordt het heel moeilijk met 1 minuut 25 op de klok en een 8 punten achterstand. Ja, dat zijn er 11. Ja, we mogen. Keil nog met de. Ja, dat is.